Beste kijkers, het is vrijdagmiddag 1 april en dan wil ik u graag meenemen naar de realtime weekgrafiek en ook de maandgrafiek. Want u weet het, op 1 april dan kunnen we terugkijken naar de maand maart. En we gaan dat zometeen doen met de rechter chart in beeld. Laat ik beginnen met de linker chart, dat is de weekkaart. En as we speak staat er ongeveer 730 punten op de teller. En dat betekent dat we deze week, week 13, kunnen afsluiten toch weer met een interessante witte candle in de V-spike recovery beweging. Oftewel, na de felle dip tot 652 aan toe, kwamen de bulls sterk terug met een herstelbeweging, de rebound. En die lijkt nog eventjes voort te zetten richting 730 en misschien wel met een beetje goede wil naar de 750. Zone. En dan zijn we weer aanbeland bij de SMA-lijn. En dan wordt het super cruciaal, want dan moet blijken of de bulls voldoende kracht hebben om een trendomkeer af te wenden. Want u weet, bij de SMA, daar mag de pullback, daar mag de rebound opdrogen. En als daar getopt wordt, dan kunnen de beren het stokje overnemen. Dat kunnen de bulls dus tegenhouden als zij doorstomen naar die 750-zone en zonder al te gek veel moeite daar doorheen breken. En boven 750 ruimte gaan krijgen voor opnieuw de 800-serie. Dat is van latere zorg. Voor nu bezien of de bulls nog wat in huis hebben de komende 1, 2, 3 weken om nogmaals op te stomen naar die SMA-lijn. Gaan we eerder toppen, met andere woorden, bij het verschijnen van een zwarte candle in de huidige zone, dan wordt het ernstig oppassen, want dan dreigt er dus topvorming. En dat zou wel moeten betekenen dat reboundposities, als die nog uitstaan, dat die dan afgeroomd en afgerond moeten worden. Hoe zit het op de maandkaart? Geeft die een indicatie of we nog door kunnen gaan naar die 750 zone die op de weekkaart zo van belang is? Jazeker. De maand maart zien we eerst eventjes in beeld de enorme spriet aan de onderkant van de candle. De maand maart zelf is met een doodsie-achtige candle afgesloten en dat is toch een beetje een twijfel in de markt. Maar alles overziende lijkt de ergste kou toch uit de lucht. Dat wil zeggen de Fibo-grid tot aan 643, tot aan diezelfde 650 zone, weet u nog. Heeft de berentik goed opgevangen en deze maand gaat sowieso, nee niet sowieso, gaat zowaar van start met een witte candle. Dat is toch allemaal natuurlijk veel te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. Het is wel hoopvol om te zien dat de lange trend niet in gevaar is gekomen. De SMA al daar ligt op 605 punten, dus inclusief de nodige turbulentie en bewegelijkheid is er dus veel ruimte voor corrigerende tikken zonder dat daar de trend in gevaar komt. Beide charts, de week- en de maandkaart, geven aan dat op dit moment de bulls dus aan zet zijn. Zij hebben de meeste troefkaarten in handen. Nogmaals, op de weekkaart mag dat leiden tot de aanval op de 750-zone. Op de maandkaart moet dat betekenen dat de prille witte candle in lengte kan groeien en wit blijft richting misschien wel helemaal die 830-zone. Ik wens u voor nu een goed en plezierig weekend.